Well, good morning everyone. Good morning. We gaan vandaag een non-Disney dagje doen, maar we hebben genoeg leuks op de planning, dus blijf zeker kijken. Laten we de dag beginnen met een American breakfast. Hier begon onze reis ook, joh. Precies aan deze tafel. Nou, laten we eens kijken wat we gaan ontbijten. Ja, laten we even kijken. Thanks. Zoveel keuze, dat is gewoon moeilijk. We've made our choice. Nou, dit is even een groot glas. Lekker. Lekker. Nou, Jor, je denkt je bestelt hier een ontbijtje en dan belandt dit op je tafel. Ja, nou. Oh mijn god. Nou, wel lekker. Ja, laten we maar even gewoon onze buik vol eten tot vanavond. Ja. Dit is hash brown, scrambled eggs, bacon en hele lekkere cinnamon pancakes. Ik heb pancakes met banaan. En bacon. Smaakt echt lekker. Beetje Amerikaans. How was your breakfast? Lekker. I'm full. Ja. Oké, dan komen we binnen 2 minuten. Komt er iemand hier naartoe. En dan worden we opgehaald. En dan gaan we weer richting. Ja, we gaan richting Burbank, want we gaan iets anders leuks doen. Dorier in een Toyota Carmi komt ons ophalen. Ja, hij zal er zo aan moeten komen. Laten we hier bij ons hotel maar even wachten, jongens. Ja. Zo, en na een uurtje in de Uber, ja, zijn we ergens totaal anders. We zijn in Burbank, we zijn net langs deze leuke plek gereden. En nou? En nu zijn we hier bij Warner Bros. Bij de Warner Bros Studios. Jongens, dit is zo gaaf. Echt heel gaaf. Nou gaan we eens even kijken of we een studio tour kunnen doen. Even een foto hier maken met de camera. Dit is heel cool. We voelden niet een beetje gek, hè? Dat hier gewoon een halve kilometer terug de Disney Studios zijn en wij nu bij Warner Bros. Zijn. Maar ik vind het wel leuk om dus iets heel anders dan Disney. Disney. Nee. Het is gewoon wel echt zo'n filmstudio. Dit is wel heel gaaf. Los Angeles, dit. Ja. Ja, dit is toch wel erg bijzonder om hier te zijn. Dat je het toch gedaan hebt. Ik ben benieuwd wat we allemaal te zien krijgen vandaag. Daar ben ik vooral even benieuwd naar. Nou, we gaan even een kaartje kopen hier. En dat is zover. Nou, hier gaan we vandaag eens eventjes wat beleven, joh. Ja, echt wel. Ik ben eens benieuwd. Nou, hier gaan we even wachten. En dan worden we zo opgehaald. Voor de tour. Nou, binnen 10 minuutjes mogen we al op de tour. Ik ben benieuwd wat wij gaan zien. Jongens. Ik ben echt benieuwd. Ja. Het ziet er nu echt al ja, heel leuk uit. Ja, we zijn nu gewoon al in de studio's. Dus we zijn het wachten om al iets te gaan doen. Ja, ik ga hier werken. Sorry, ik kon niet meer naar huis.
Goofballs or Sting hier. Ik ga dansen bij een paal en een bankje. Here we go. En daar zitten we dan. In de studio. If you watch Humor Girls, this is the Miss Patty's dancing studio right here on my right side. If you watch La La Land, this green building right here was Mia Cafe, where she was working on the film La La Land right here. That's a practical set, so they shot inside and outside at the same place. Alright, and you are back to Central Park. That's the other side of Central Park. I told you guys it's huge. So this part of Central Park was used where Phoebe was running really weird and Rachel was in Paris. You guys remember that scene? On my left side, that's the courthouse that was used for the best picture, Argo, where Ben Affleck was right on the corner. He was sitting having his lunch right now. Gaan we doen? Ja, dat kan echt wel even. Laten we even kijken hier. Hier moet ik even kijken inderdaad. Dit is het archief. En ik weet niet wat hier allemaal gaan zien, maar dit zijn allemaal echte studio props. Echte kleren, echte props. Volgens mij is het boven Harry Potter, want daar hangt de muziek. Super leuk hier allemaal. Allemaal leuke movie props, maar joh. Zullen we naar boven gaan? En boven is Harry Potter. We hebben 15 minuutjes de tijd gekregen van onze tourguide, dus laten we Harry Potter maar even gaan onderzoeken, jongens. Nou, ik ben Heuvelpuff en Jordi is Zwadderig. Zwadderig. Ja. Ik Heuvelpuff. Heuvelpuff. Zo, dat is even leuk, hè, joh. Dit is echt heel gaaf. We zijn net allemaal kleren van Harry Potter geweest en allemaal echt gedragen. We lopen hier door van alles heen, wat van overal wat te doen is. Ik weet niet wat hier precies is. Ja, is gewoon gaaf. Ja, echt gaaf. Right again, example of all the equipment, the environment, systems. Right here on the right side, you can see you have a plaque, the Friends stage. If your TV show has 10 seasons or more, you're gonna receive a plaque outside the soundstage. Warner Brothers will have 4 plaques, one for the Friends, 2.5 men, 12 seasons, ER 15 seasons, and the Ellen Show 15 seasons as well. You can see the plaque right here. And the fake walls, the fake bricks. It's right here, you can choose your color, texture. It's gonna be in the staff shop. Staff's not the people, but the material. So you have different materials, different walls. Whatever your set dressing you want, they can make it right here in the view. The swing sets, they're gonna just use for one episode. You're gonna bring back right here to the view. If someone else use those walls can use it, we're gonna recycle. So these are the swing set. So they're gonna fold everything, gonna bring to the MUI again. If they need it, for example, this one for Big Bang Theory, if they need it again, for example, a library, they're gonna bring back and build a library again. But not gonna keep it because not gonna see library every single episode. So those are real people, real people working all those walls and facades.
Oké, dit is vet jongens. Dit zijn allemaal Batmobiles. Wauw. Kijk, sommige dingen zijn gewoon echt heel cool, zoals een Batmobile. Gaaf. Hier zijn allemaal auto's opgesteld. Van allemaal verschillende movies. Echt heel gaaf. Hele grote garage, als je mij vraagt. Dat is verdorie een grote garage. Een grote garage, joh. Nou, zo weinig auto's erin. Talk about South State 16, the tallest one. That it's home for Lucifer as well. Zo, nadat we door alle studio lots gereden zijn, mogen we nou hier naar binnen en dan mogen we gaan experience wat allemaal te doen is hier. En mogen we zoveel tijd hebben als ze nemen als ze willen. Zoveel tijd als ze maar willen. Ja, echt, het is echt heel leuk om eens te zien. Gaaf, we zijn overal geweest op allerlei plekken. Harry Potter. Allemaal friends, some stages, super gaaf. My name is John Wells. I started with Warner Brothers on June 1st, 1990. Southland, Shameless, and The Animal Kingdom is a new show we're doing for TNT. Hier is het art department. Je gaat dus alles uitkiezen wat bij de film hoort. De look van de film. De kleuren allemaal. Ik vind heel veel dames. Pretty Liars. Ik heb volgens mij geen idee wat er gaat. Nee, ik ook niet. Nog nooit gezien. Nee, het is best leuk om allemaal zo te zien. Hier heb je allemaal schaalmodellen. Hier heb ik allemaal tekeningen hangen van ontwerpen voor een kostuum. Het is echt wel bijzonder om te zien hoor. Kijk. Sweeney Todd. En natuurlijk niet te vergeten Bugs Bunny. Mickey Mouse van Warner Bros. En Daffy Duck. Ben ik de enige die dit een heel klein beetje vindt lijken op The Nightmare Before Christmas? Ja, zelfs een hondje. Iedereen die van Friends houdt zal hier wel excited over zijn. Want kijk eens hier. Hier is de Friends set. Heel erg gaaf, jongens. Ja, hier is dus Friends. Echt van Friends. Oké, dit is dus een echt broomstrick van Harry Potter. Hier zat hij dus dan op, hè? En dat was om de beweging te simuleren. Kijk dat apparaatje om. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Oh no, a flying car over here. Kijk maar uit dat je niet tegen een boom aan landt. Je gaat echt binnen een paar seconden van de ene wereld naar de andere wereld. Echt, hè? Echt heel bijzonder. Van Harry Potter naar space. Shorty is Dobby. Hoe grappig is dit? Moving over the sea. Doei doei! We zitten bij de Harry Potter ones. En Jordi kan nu iedereen opnoemen voor wie ze zijn. Dit is van Emily. Zie je aan de bloemetjes samen omheen. Dit is die Elder Wand, dat is die van Pegmentus. Dat is die van Potter. En dat is die van Ron. Deze weet ik. Deze is van Harry Potter. Nee. Zo, dat was onze Warner Bros. Studio Tour. We gaan naar de gift shop. Ja, Ellen weer. Ellen DeGeneres vroeg of we het leuk hebben gehad. Dat is echt heel meer dan leuk. En dan gaan we even naar de gift shop en dan laten we ons met een kaartje terug transporteren aan de ingang. En dan kijken wat de rest van deze dag gaat brengen, jongens. Ik vond dit echt al zo gaaf. Dit is waanzinnig leuk om te doen. Oké, we hebben tijd om even te eten.
Dus laat dat ook maar even doen bij Warner Bros. Je weet wie hier wel eens eet. Huh? Je weet wie hier toch wel eens eet. Ja, natuurlijk, hè. En natuurlijk zijn wij suckers voor leuke foto's en leuke herinneringen, want ja, we hebben ons $50 afhandig laten maken voor deze foto's. Maar ze zijn wel echt heel leuk. We gaan ze even showen. Komen ze. Ja, we hebben ze ook allemaal hier in de tas zitten. De branded versies. Dus ja, is wel leuk. En laten we nu maar eventjes eten, want ik heb alweer een beetje honger. Ook al hebben we vanmorgen goed gegeten, nu begint de honger te komen. Ja, wat jij? Ja, ik ook. Ik wil even een foto maken. Ik hoop dat dit drankje een beetje lekker is, want ik hou van iced drinks. Shorty and the Ones. Hij heeft er thuis al twee, hè? Maar het liefste zou hij ze allemaal meenemen. Oh nee, deze krijg ik nog uit mijn jeugd. Ik gok alleen dat deze iets echter zullen smaken. Ze kosten €11. Deze. Die kosten €11 of $11. Maar ik moet deze gewoon hebben. Al is het alleen al voor het kaas wat je erbij krijgt. Zo, we zijn weer terug waar we begonnen. Dit was zo leuk. Het is inmiddels al later op de dag. Maar oh, wat een gave dag hebben we hier gehad bij de Warner Bros. Studios. Dit was echt heel gaaf. Ja, ik hoop dat ik jullie genoeg heb kunnen laten zien, want ik heb niet overal mogen filmen. We hebben meer dingen gezien dan jullie gezien hebben. We zijn ook echt op van die stille sets geweest. Dat was echt heel erg gaaf. Echt en nu gaan we een stukje lopen hier door Burbank. Want er is nog een leuke studio in de buurt. Ja, niet zo heel ver. Hier vandaan. Omdat ze toch niet helemaal zeker zijn. Waar we nou precies naartoe moesten. Waarschijnlijk is het de overkant van de snelweg. Ja. Hebben we toch maar besloten om eventjes een Uber te bestellen. Ja. He? En dan worden we daar gewoon makkelijk afgezet. Nou, dichterbij dan dit hier kunnen we niet komen. Nee. Maar oh, wat is het gaaf om toch hier te zijn. We zijn helemaal met de Uber om de lot gereden. Het is gigantisch. Het is gigantisch groot. We gaan er dadelijk nog eens omheen lopen om jullie wat details te laten zien. Alleen al van ja, hekwerk. Ja. Wat gewoon al met Mickey Ears is. Ja, bijzonder om hier te zijn. Ja, we gaan nog even onze tijd besteden om hier even wat goede foto's te maken. En dan gaan we er omheen lopen, want die grote hoed, die is aan de andere kant. Bij het Roy Disney volgens mij Animation gebouw. Zoiets dacht ik me te herinneren van net. Nou, gaaf om hier te zijn, jongens. Ja, echt hè? Echt. Heel cool. Hier is alles begonnen. Ja, nee, hier is niet alles begonnen. Hier, toen Disney geld begon te verdienen, zijn ze hier gaan vestigen in Burbank. Maar hier is toch veel van mijn grote liefdes begonnen. Dus, veel van jouw grote liefdes? Alle mooie films. Nou jongens, we gaan hier foto's maken. Geschiedenis geschreven. Doei. Oké, van die hele vriendelijke meneer alsnog, van de security, die ons niet mag doorlaten, mochten we toch even snel een selfie maken. Met het, even snel gedaan. Het bekende gebouw daar. Van de Walt Disney Company. Hier zijn de originele Disney Studios, jongens. Konden we hier maar naar binnen, joh. Ja, konden we even kijken. Was het wel mogelijk om hier naar binnen te kunnen. Wie weet ooit, wie weet. Maar het ziet er heel gaaf uit. Kijk dan wat een detaillering in die gebouwen, jongens. Zo leuk. Dit gebouw heeft wat laten maken met het geld dat hij kreeg van Snow White in de Seven Dwarfs. Dus wat een eerbetoon. Ik vind het echt heel bijzonder om hier te zijn. Dat kun je je niet voorstellen. Maar dat ben ik wel. Een beetje dichterbij kunnen we niet komen dan dit. Toch is het al bijzonder om dit te zien hier. De Seven Dwarfs. En wat ik dan net zei voor detaillering. Kijk dat hek. Overal langs de complete zijkant van de lot. Staan van die hekken met zo'n hidden Mickey's. Dat is toch super gaaf gedaan, jongens. Superleuk. Kijk, hier heb je nog allemaal van die kleinere Mickey'tjes, zie je? Zo mooi. Zo leuk. Hier binnen worden dus iedere dag geschiedenis geschreven. Getekend.
getekend, alles. En gemaakt, getikt. Zo mooi. Echt heel erg leuk. Ja, dit is de glimp die wij leken ja, bij de studio's kunnen komen. En ik ben toch heel blij dat we dat gedaan hebben. Ja, ik ook. Want het is heel gaaf om te zien. Als ja, is een iets andere Buena Vista Street. Ja. Gisteren waren we ook de hele dag in Disney California Adventure op Buena Vista Street. En nu zijn we op de actual Buena Vista Street. Heel erg leuk. Nooit gedacht dat ik een hek zou filmen. Maar ik doe het. Disney Studios achter de Hollywood Hills. Ah. Wie kent? Hollywood. Next to Hollywood is Disney. Twee blije eien door Burbank. Eerst in de Warner Bros. Studios en nu naast de Disney Studios. Ik weet niet wat ik more exciting vind, maar dit is zo leuk hier. Wat een topdagje. Weet je, dit is gewoon heerlijk. Je kan de Uber pakken, je vult adresjes in. En je gaat gewoon. Amerika door, huppakee. Ja, je gaat gewoon. Daar naartoe. $200 kwijt. $200 kwijt. Nee, dat is een grapje, maar. Die even een jordietje. Dat is echt heel leuk. Ja. Een volgende ingang. Dit is van het tv-gebied volgens mij. En kijk. Mickey Mouse is everywhere. Right Disney Animation Building. Dit alles wat je hier ziet. Dit gigantische gebouw. En dan dit mega mega gebouw. Tot alles achter deze kant. Wat heel ver doorloopt natuurlijk. Dat is allemaal van Disney. Zelfs de straatbochtjes hebben Mickey erop. Zo, Jor. Dat was ons korte bliksembezoek rondom het Walt Disney Studios lot. Ja, maar dat is wel iets wat je wel een keer gedaan moet hebben, ja, vind ik. Zeker moet je dat een keer gedaan hebben. Een beetje een opsnuif iets. Ja, nou, de dag is al bijna ten einde. De middag is weer ja, bijna klaar. Laten we ons door de Uber weer ophalen en dan gaan we terug naar Anaheim. En dan gaan we kijken wat we vanavond in Downtown Disney gaan doen. Go. Ja, en nou komt Henkie. Henkie. Die komt ons ophalen. Henkie. Tegenover de Disney Studios. Coco. Naar een lange Uber ride in de volle spits, ja, zijn we weer terug in Downtown Disney. We hebben net nog even lekker avond gegeten. En nu, kijk waar we zijn. Is dat het te slopen AMC Theater? Wij hebben tickets, want wij gaan om 8 uur, of 12 minuten dus, nou 11 ongeveer, ja, gaan we hier Coco zien. Coco. In Nederland is hij nog niet in de release op dit moment. Ja, als jullie dit zien, wel al. Ik pas iedereen wel gezien of niks. Ja, dat is heel bijzonder. Maar het is heel bijzonder. We gaan nu vanavond kijken. Dus laten we er binnen gaan. Over 12 minuutjes beginnen het al. 11. 11. Te lekken. Sorry. Ik ga je nou wel niet checken. Ik ook, ja. Wij gaan even kijken, jongens. Naar de hand. Vertellen we wel wat we ervan vonden. Doei. Wat is dat? Dat is heel mooi. Mooi hè? Fantastisch. Wauw. Wat een fantastisch mooie film. Ja. Genius. Echt heel mooi. Heel erg mooi verhaal. Niet wat je verwacht, denk ik. Wauw. Ja, gewoon een hele mooie film. Echt fantastisch mooi. Wat een verhaal. Mooi gedaan. Ja. Deze film, jongens, Coco. Ga hem zien.
serieus. Ook even zonder gekheid. Maar het Olaf's Adventure op de was. Olaf's Adventure. Dat ook enorm leuk. Ja. De eerste 20 minuten van, het, van de avond was Olaf's. Weet ik veel precies? Olaf's Adventure. Christmas Adventure of zo, ik weet niet precies. Ja. Ik denk dat de meeste van jullie hem al gezien hebben. Maar ga hem zien, jongens, want hij is super mooi. Dit verhaal, deze personages, dit zijn nieuwe Disney-helden, geloof me. En hoe mooi is het dat we deze ervaring hadden hier in Downtown Disney. Waar Jor en ik we samen de vakantie hebben, waar we allebei op en top van genieten. Dat we dit als broers kunnen doen, is sowieso mooi. En dan samen weer zo'n nieuwe film beleven, ja, gaaf. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ja, vond ik ook. We hebben weer mooie nieuwe dingen meegemaakt. We hebben bucketlist dingetjes af kunnen strepen. We zijn in een echte studio geweest. Ja. We zijn bij de Walt Disney Studios geweest. Check, check. En we hebben Coco gezien, jongens. En dat in... Zo mooi. Ja, precies. Maar al dit alles op de plek waar het voor ons altijd mooi is. Dat is Disney. En zo maken we het toch weer voor de rondverhaal. Hè? Wel dan. Nou, wij lopen door Downtown Disney heen. En we gaan richting ons hotel. Want de komende dagen staan er nog leuke dingen op het programma. Drie keer raden wat. Iets met een park in Anaheim. Ja. Jongens, tot volgende week. En wij genieten hier nog even na. Ja, echt. Wat een mooie fantastisch. Echt waar. Lidl. Lidl. Oh, zo mooi. Remember me.